Ik ben Marta Reinders. Ik ben geboren op Ambon. En in 1951 zijn we vertrokken vanuit Java naar Nederland. Toen 15 jaar in Vught gewoond. Daarna zijn wij naar Culemborg vertrokken. Dus inmiddels 50 jaar wonen we hier. Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex-knilmilitairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmtjes in te stoppen. Want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Mijn vader heeft er echt wel een trauma van overgehouden. Ja, heel erg teleurstellend en... wij hadden dat als kind niet zo echt door, maar later dan ga je dat toch even terugkijken en denken van ja, hij zat maar voor, het stond maar voor het raam te kijken naar buiten, zo van wat doe ik hier en gebeurt er nog wat. En heel veel ja, mopperen over de Nederlandse regering. Hè. In de nieuwbouw van Culemborg wonen nu ongeveer 1000 Molukkers. Door hun Hollandse buren nog altijd hardnekkig Ambonezen genoemd. Vaders, moeders en kinderen, omringd inmiddels door wat het Westen te bieden heeft, blijven wachten op gerechtigheid. Mijn naam is Marvin Putuena, ik ben 20 jaar. Ik studeer rechten en ik ben derdejaars generatie Molukkers. Ik ben enig kind. Wat je natuurlijk wel hebt meegekregen is dat je moet zorgen dat je op jezelf kunt terugvallen. Dat is ook wat mijn ouders mij altijd aan het hart hebben gebracht. Zorg ervoor dat je altijd op jezelf kunt terugvallen in de toekomst. En dat je hier wel de kansen en de mogelijkheden hebt om te kunnen studeren. Want op de Molukken en in Indonesië moet je het geld hebben om te kunnen studeren. Anders kun je niet eens studeren. En dat probeer ik zeg maar, hier te relativeren. Datgene wat ze daar niet hebben, dat heb ik hier wel. En ik probeer mijn kansen te benutten. Is het leuk wonen hier? Nou, dat is... Dat wordt wel de tweede stad van Culemborg, hoor. Die was steeds groter. Hoe lang wonen de Zuid-Molukkers hier? Nou, in het begin al. Direct. Direct al. Direct contact hebben we niet. Wel zo op trappenhuis. En nou ja, dat gaat altijd erg goed. Ik ben Ab Warnar. Ik ben directeur van de Prins Bernhard School geweest. Ik heb daar 33 jaar lang les gegeven, van 1967 tot 2000. Het is een geweldige tijd geweest. Die kinderen die kwamen met die ouders hier in Culemborg en die moesten zo snel mogelijk naar school. En toen heeft het schoolbestuur besloten hier een school op te richten. Geld was er niet, dus we zijn in noodgebouwen zijn we begonnen. En de grootste groep kinderen die we hadden waren Molukse kinderen. Culemborg had 9.000 tot 10.000 inwoners en er kwamen in één keer 1.000 nieuwe mensen bij. Als je vandaag en dag die rellen ziet rond die asielzoekers, dan ga je er iets van begrijpen. En nu zijn deze Molukkers helemaal meegegroeid, ingegroeid in onze samenleving. En nu hebben we hier 30.000 inwoners. Ze vallen eigenlijk niet meer op. Nee. Zijn Nederlanders geworden. Ja, ik ben blij dat, dat wij nu 50 jaar hier in Culemborg zitten. En dat ondanks de veranderende samenleving de Molukse eigenheid is gebleven. En normen en waarden vervagen. Maar de Molukse eigenheid blijft en daar ben ik trots op en daar ben ik blij om. Maar ben je nog een Molukker of ben je een Nederlander? En dat is een goede vraag. Ik voel me als een Molukker hier in Nederland, maar als ik op de Molukken ben, dan zeggen ze tegen mij, ja, dat is iemand uit Nederland, dus wat ben ik? Dat is een vraag die ik in het midden laat. Hebben we over 50 jaar nog een Molukse wijk? Proberen we vast te houden. Ja? Ja? Het is toch belangrijk, blijkbaar. Ja, zeker. Ja. Waarom? Toch dat samenhorigheid. Het sowieso proberen we, als de ouders er niet meer zijn, in het ouderlijk huis terug te komen.